Wel, wij gaan vandaag Oliver voorstellen. Oliver is een nieuwe lid van de Zorabots-familie. Is een humanoïde robot van 1,28 meter die volledig moduleerbaar is. Dat wil zeggen dat wij de armen, de onderkant, zelf het hoofd kunnen vervangen, verplaatsen in minder dan een minuut. Het is niet om zoveel mogelijk robotten te gaan verkopen, natuurlijk is het altijd leuk, maar ons doel is echt om de standaard van software te worden op robots. Als je vergelijkt met Zora natuurlijk, is het een stuk groter. Je ziet er menselijker uit, zijn ogen bewegen, hij heeft ook gezichtsherkenning en je laat ook emoties zien door de ogen. Op dit moment kijken we uit naar de breedste zin van het woord, de retail. Nee, dat kan dus heel goed een winkel zijn in het algemeen van telefoons bijvoorbeeld of een algemene elektronica winkel. Maar daarbuiten hebben we reeds projecten lopen waarbij dat we voorbereidingen aan het doen zijn voor de luchthaven. De toekomst van robotica is zeer groot en hoe meer dat de hardware dingen gaat kunnen, hoe meer onze software dingen kunnen, hoe meer dat de use cases gaan komen en hoe meer mensen eigenlijk een robot gaan vragen.